Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 november 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Er is vandaag niet zo heel veel nieuws, dus vandaag slechts één bericht. Daarnaast weer een aflevering over de historie van onze hobby. Verder is er moesten. Het SSTV-paaltje van vandaag in PD90 is een foto van de antennesituatie en een deel van de elektronica van de nieuwe ATV-repeater PI6WL in Honselersdijk in het Westland, die vorige week in de lucht kwam. De repeater heeft 30 watt output op 10.490 MHz in de 3 cm band en meerdere ingangen op 23 cm, 13 cm en 70 cm. Website van de repeater is pi6wl.nl en op de site is ook een stream te vinden. Met dank aan PB0AHX voor de foto's. Tijdens de uitzending ben ik trouwens zelf doorgaans te bereiken op het chatkanaal van de Daily Minutes. Op amateurradio.com en het weblog van VE7SL beantwoordt Roelof Bakker, PNL-RDT, een aantal vragen over zijn beroemde mini-WIP-antenne. Erg interessant, want het gaat om praktische zaken zoals het oppikken van storingen via de coax of de katkabel waar het antennetje mee is aangesloten en over het aansluiten van een aarding op de antenne. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meter band. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band. Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 MHz. Er waren twee klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte. Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meter band afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23ste kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klassen A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je twee systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service, FRS, en General Mobile Radio Service, GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band. In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB-gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden. Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11 meter band zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakjes door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor.
Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd. In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz. Vanaf 22:30 vanavond is er weer de lange uitzending op PI3UTR met ongeveer 3 kwartier tot een uur na het begin een item in het Engels over stealth-antennes. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 22:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Dat was met het weekje wel weer. Binnenkort is het weer kerst, de tijd van de cadeautjes. Ik wil een cadeautje, ik wil een cadeautje, een cadeautje. Zo'n grote rode brandweerauto van Wokka Wokka. Ja, ja. Met een brandweermannenhelm en een walkie-talkie. Dit is papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt.